Wat is Villa Verde eigenlijk voor bijzondere organisatie? Wat voor activiteiten worden er ontplooid voor de inwonende ouderen? Wat zijn de toekomstplannen van Villa Verde? Madelon Baan, welkom in onze studio namens Stichting Fidelta, exploitant van Villa Verde, bijzondere woonvorm voor dementerende ouderen. Kan je heel compact even samenvatten wat jullie manier van zorg nou eigenlijk inhoudt? Villa Verde die verleent zorg aan mensen met een geheugenprobleem. Alleen bij ons ligt de nadruk niet op de zorg, maar meer op het welzijn van de mensen. Dus mensen die niet meer thuis kunnen wonen omdat ze dement aan het worden zijn of anderszins geheugenproblemen beginnen te krijgen, die komen bij ons wonen. En wij proberen het dagelijkse leven zoveel mogelijk door te laten lopen. Dus echt op het persoonlijke toegespitst? Echt op het persoonlijke toegespitst. Activiteiten doen jullie, doen heel veel dingen wat je net al zegt, om het echte huisgevoel door te zetten van iemand die naar een verzorgingsplek gaat. Wat doen jullie concreet bijvoorbeeld? Nou, als mensen ergens anders komen te wonen, dan gaan ze meestal naar een verzorgingshuis. En daar zijn de activiteiten eigenlijk gewoon de vaste activiteiten die iedereen samen meedoet. Wij proberen zoveel mogelijk rekening te houden met de hobby's van de mensen. Dus te kijken van wat kunnen ze daar eigenlijk nog mee. En daar zoveel mogelijk ook rekening mee te houden. Dat ze dat soort dingen ook door kunnen doen. Daarnaast proberen we ook andere dingen door te zetten. Dus een keertje de stad in gaan. Een kopje koffie drinken. Naar de markt. Mensen meenemen. Boodschappen doen. Dus dat zijn eigenlijk al de gewone activiteiten die je normaal in het leven al hebt. Ja, je hebt wat foto's erover meegenomen, ja, inderdaad. Doris zie ik, ja, hier. Voor degenen die hem niet meer kennen, even de voorloper van André van Duin volgens mij. Doris is al dood inderdaad, maar deze man die doet een ontzettend mooie persiflage erop. En familieleden waren er ook bij, die hebben ook meegeholpen met het hele verhaal eromheen. En ja, je hebt dan eigenlijk gewoon een middagvullend programma. Oké. Ik zie hier jouw collega op een soort fiets. Dat is mijn collega Gerard Oostrik. En we hebben vorig jaar hebben wij van het RCOAK een subsidiebedrag gekregen om onder andere een duofiets aan te schaffen. En er wordt ontzettend veel gebruik van gemaakt. En dat zijn kleine boodschapjes in de buurt wat daarmee gedaan wordt. Bewoners kunnen mee fietsen, maar ook mensen die niet zelfstandig meer die trappen rond kunnen krijgen, kunnen ook mee. Dat is nou juist ook zo leuk. Gaaf. Tot slot, jullie zijn ook in ontwikkeling als ja, organisatie. Ja. Je houdt zelf ook wel spreekbeurten over jullie vernieuwende aanpak, hè, van zorg. Ja, dat klopt. Ouderenzorg. Ja. Een tipje voor de komende maanden, of waar zijn jullie mee bezig op dit moment met de Stichting Fidelta? We zijn bezig om een tweede villa op te gaan richten. En eigenlijk, de ambitie die we hebben is om elke 2-3 jaar toch wel een nieuwe vestiging te openen. Want we hebben het idee dat met name het welzijn van mensen die ouder worden en een geheugenprobleem krijgen, dat toch wel heel sterk uit het oog verloren wordt. En dat mensen eigenlijk gewoon weggestopt worden op den duur. En dat mag absoluut niet de bedoeling zijn. Madelon, leuk dat je er was in de studio om ons weer even bij te praten, op de hoogte te brengen van jullie plannen en ontwikkelingen bij Villa Verde. Leuk dat je er was en tot de volgende keer. Dankjewel. Graag tot de volgende keer.